Maestro Music.
dames en heren, dit was Remuze 2002. Nog een hele prettige avond. Ik heb nog één mededeling. Eén persoon, denken dat het een vrouw is, heeft een oorbel verloren. En de man die die oorbel heeft, die staat daar aan de deur. Dus vraag maar en zoek maar. Tot volgend jaar misschien. Dag! Het jaar 2002. Prachtig, prachtig. Dat overtreft alles. Hè? Ja. Dat is veel beter dan vorig jaar. U bent tevreden van dat? Zeker en vast, zeker en vast. En dat is voor volgend jaar hetzelfde. Wat vond u vanavond van Paul Michiels? Oh, prachtig. Ik ben er eigenlijk een beetje verliefd op. Maar ja, ik mag dat wel zeggen, zeker. Dus zeker en vast. Dus, maar ik vind, hij heeft dat knap gedaan. De van Remuze 2002. Gans anders en heel goed. En van Paul Michiels zijn optreden zelf? Ja, dat is een podiumbeest. Hè? Wat vond u van Remuze 2002? Het eerste deel een beetje minder. Het tweede deel goed op gang gekomen en goed. Bent u vorig jaar ook geweest? Ja, het is mijn derde keer. En wat vindt u van het jaar? Iets minder dan vorig jaar. En het jaar ervoor ook nog. Maar toch een tweede deel. Toch de moeite voor te komen? Toch de moeite voor te komen, zeker. Wat vond u van Remuze 2002? Fantastisch. Eigenlijk, ik was het juist aan het zeggen, ik heb er nu vier naar elkaar gedaan. En dit is misschien omdat het pas gebeurd is, maar dit is voor mij de beste. Het heeft ook een beetje te maken met de keuze misschien ook zo. Zeker de laatste, Paul Michiels, ja, dat was een schitterende keuze. Dat was een echte, ja, dat was een troef. Dat was heel goed. Wat vond u zelf persoonlijk van de sfeer en de accommodatie? Fantastisch, hè? Het is een geweldig publiek. Het is een enorme sfeer en een enorme ervaring om hierin mee te doen. Het is geweldig. Dus, met dat orkest en die kwaliteit, en dat is enorm. Dat is echt heel, heel leuk. Wat vond u zelf van? Ik vond het fantastisch. Gewoon al het gevoel van het publiek en enthousiasme en de dankbaarheid ook van zowel van het orkest als van Dirk als van alle mensen die het organiseren en dan nog de dankbaarheid van het publiek terugkrijgen. Je voelt u echt een wereldster. Zo. Dus echt... Zeel is echt een goed publiek. Amai, ongelooflijk. Maar ik heb ook de indruk dat ze van heinde en ver komen tegenwoordig om Remuze mee te maken, of niet? Nee, dat geloof ik wel, ja. Heel ver van. Ja, ja. Ja, absoluut. Ik vond het geweldig. Ik vond het fantastisch. Ik had er al veel van gehoord. En Dirk was zo enthousiast dat hij dat overbracht bij mij. Ik heb het nu zelf ervaren en het is inderdaad ongelooflijk.